mensen, vandaag gek op jou met mij. Dus niet gek op jou, maar met mij. Vandaag zijn we op zoek naar Nathalie. Nathalie heeft haar vriendin opgegeven omdat haar vriendin geen vriendje heeft. En we wouden ervoor zorgen dat het wel ging gebeuren, maar Nathalie zei dat het juist grappig was als het van haar zou komen. En dat ze dan als prank zou denken dat het jongetje was. Dat gaan we vandaag doen, dus blijf zeker kijken. En snel. Vandaag staan. We zitten hier vandaag samen met Nathalie. En dit keer geen interpraten, want nou ja, dan sta ik altijd. Maar vandaag voor een andere serie, gek op jou. Vertel, waarom heb jij gekozen om Luma in de zaak te nemen? Nou, het begon allemaal met Valentijnsdag. Toen hadden we rozen voor elkaar gekocht. En ze zei, eigenlijk moeten we ook op date, want dat hoort er wel bij. Dus ik dacht, wat een perfecte moment. Kan wel even. Nee, precies. En waarom verdient Luma dit? Nou, Luma is gewoon mijn allerbeste vriendin. En ze snapt mijn humor. Dus het is geen prank. Ik dacht, we gaan elkaar in de zaak nemen. Zo van dat zij dan denkt, we moeten eigenlijk een soort van, tenminste wat mij grappig lijkt, is dat ze dan denkt dat het van een jongen komt. Trouwens, dat zou best wel kunnen, want ik heb haar dus een roos gestuurd en toen had ik een jongensnaam gebruikt. Dus dat is beter, dat is dat klinkt als een geniaal idee. Ja. Maar alleen, wat is ook wel grappig is dat we een soort rap gaan schrijven. Tenminste, ik weet niet wat je ervan vindt, van het idee. Ik kan wel rappen. Even opzoeken. Dan, we kunnen ook wel beatboxen. Zo. Wat is dit? Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Ik heb meer opties. Dit is de eerste. Okay. Wacht even. Nee, maar dit is nog niet wat het moet zijn. Dit is nog niet wat het moet zijn. Oh. Ik voel hier wel de vibe. Ja. Wil je nog een optie horen? Ja. Nee, dit is meer alsof ik haar wil aanvallen. Ja. Wat spijt of spijt gevoelen. Een sponsor van liefde op zoek naar verbinding. In mijn hart, waar liefde altijd schijnt zonder beperking. Ik straal als een eenhoorn, glitterend en vrij. Haar liefde, een verhaal om te vertellen. In een wereld vol dromen, waar we samen zullen snellen. Emotionele dingen. Oké, mensen, we hebben nu een geniaal nieuw concept bedacht. We hebben de concepten hebben in ChatGPT gestopt. En die heeft nu een rap gemaakt. En we denken dat we dit gewoon zo moeten laten. Dus we gaan nu even checken op de beat of het wel echt een goede rap is. Hey, niet te hard. Hier is een boekje uit Brazilië in de scène. Met een oudere man, diep in een droom. Net zoals My Spine. Ik ga verbinding in mijn hart waar liefde schijnt zonder beperking. Oké, mensen. Ojo, de zon. Mensen, nieuw in dit seizoen. Een magische kaart. Nathalie, die had ik even goed kracht. Deze kaart, hier mag jij iets op gaan zetten in een anoniem handschrift. Dat ze natuurlijk niet weet van wie het is. Ja. En een boodschap die we dan aan haar kunnen geven. En dan moet ze ongeveer weten wat jij bent, maar dat er nog wel een verrassing is. Hoop.
lekker druk maar geholpen gaat doen. Dat is super cringe, want ik denk dat het diep de mensen. Dit is dus het moment waar de hele aflevering. Was er mensen, ik onderbreek jullie heel even, want deze video wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Noordstickers. Ik hoef jullie niet eens meer te vertellen wat Noordstickers is goed voor woorden, mensen. Het zijn crazy stickers voor Heerenveen, Cambuur, Groningen. En ik, als trouwe Heerenveen-fan, heb natuurlijk ook stickers. Zoals water. Hey, ik heb Brentje, mijn Chromebook. En Noordstickers heeft weer een hele toffe actie samen met mij. Gebruik je namelijk code NIEK, oude link. Dan heb je 10% korting op jouw volgende bestelling. En deze korting telt voor een week. Wees je snel bij. Het gaat super hard. Ze gaan allemaal eruit verkopen. En op is op. Dus wees je snel bij. En ik heb gehoord dat er nieuwe designs aangekomen. Dat er al nieuwe designs zijn. Dus neem zeker even een kijkje op Instagram. DM van Noordstickers. Dan kan je een bestellingje plaatsen. En dan gaan we nu door naar een hele spannende conversatie. En ik weet natuurlijk al. Wat vinden jullie trouwens van mijn haircut? Wait. Dat doet er ook niet toe. Succes. Hey. Ja, verrassing. Ja. Niet doorlopen. Ja, we komen voor jullie. Ja, serieus. Serieus? Okay. Nee, niet doorlopen, serieus. Wacht hier. Ik ga straks. Nee, jij mag wel doorlopen, maar het gaat om Luma. Jij moet even blijven. We hebben namelijk iemand en die heeft iets voor jou. Nathalie? Die heeft iets voor jou. Nathalie? En is het zij, liedje? Nee. Zij heeft een rap gemaakt. Nee. En die rap die moeten we even gaan voordragen eigenlijk. Ja, je hoeft niet mee te rappen. Nee. De rap hebben we dus geschreven. Zo net eigenlijk. We hebben hem eigenlijk niet zelf geschreven. Maar je komt vanzelf achter. Een beetje oh. Lang. Nee. Oh. Dit wordt geweldig. Ik schaam me echt dood. Nee. Ja, ja, ja. Maar dat is niet voor. Het is een boekie uit Brazilië in de scène. Dat is Nathalie! Man, diep in een droom. Zo doet als Marse pijn. Maar zijn daddy is hier, man. Ja. En ik ben bang voor jongens. Maar ik geef hem de kans, het is waar. In deze wereld van roze glitters en unicorns zoek ik naar liefde zonder het enige vorm van spijtgevoelens. De sponsor van liefde. Op zoek naar de verbinding. Over sponsor gesproken. De sponsor is Noordstickers. Bedankt voor het sponsor van deze video. In mijn hart waar liefde altijd schijnt, zonder beperking. Ik als een eenhoorn, glinsterend en vrij. In de armen van geliefde voel ik me zo blij. Zo blij, maar soms zijn er hobbels die we moeten overwinnen. Laten we samen dansen. Dus laten we dansen onder de Braziliaanse maan. Hand in hand als twee geliefden in een romantisch bestaan. Oh, wat cute. Nou, ik voel me heel erg vereerd. En nu is de vraag, van wie denk je dat het komt? Ja, hard. Ja, het is wel moeilijk, maar ik denk toch wel voor de, hoe heette zij? Nathalie. Ik ga voor Nathalie. Het leuke is, hij staat daar om het hoek. Nathalie! Dus we gaan erheen lopen. Nathalie! We gaan erheen lopen. Nee, ik ben niet bang. Nathalie! Nathalie! Baby girl. Hey. Ja, dat kijk maar. Nou, ik moet jij wat toegeven. Dat is zo romantisch. Nee, totaal niet. Zo romantisch. Wat vond je van de rap? Helemaal zelf gedaan. Ja, helemaal. Dankjewel, ja. Guys. Dankjewel. Ja. We hebben de kaart vergeten. We zijn de kaart vergeten. De allerbeste moet er komen. Oh, nee, niet. Oh, die wil ik zeggen. De allerbeste moet er komen. Hou me jappen. Dit kwam echt diep vanuit mijn hart, jongens. Ik zat al de hele dag te wachten. Weet je, hun zei dat wordt cookie. Ik dacht, nee. Daar komt het. Dat dacht ik al. Voor jou. Oh, hier zit niks in. Is het wel de goeie? Oh. Difficulties. Lang. Wauw.
Lees hard op. Hey baby girl. Ik zie je steeds lopen rond school. Yeah. I'm so in love. Wil je op een date gaan? Het is eigenlijk nog veel beter dat we dit na de tijd vastdoen. Oh my god. Oh ja. Zelf weten. Door die houding zijn we bij elkaar gekomen. Het is onze vriend van jou, Dirk. Ik ga jou volgen. Wat je toch al? Oh, ah. ik volg jou al. Ja. Yeah. Iedereen volgt Luc Houweling. True love. De dating show werkt.